Les 1. Ik denk dat we meer groenten moeten kopen. Anna, als we boodschappen gaan doen, denk ik dat we meer groenten moeten kopen. Ze zijn een essentieel onderdeel van een gezond voedingspatroon. Zijn er specifieke die je aanbeveelt? Dat is een geweldig idee, John. Bladgroenten zoals spinazie en boerenkool zitten boordevol voedingsstoffen. Ze zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt in salades, smoothies of gekookte gerechten. Bladgroenten zoals spinazie en boerenkool klinken als een geweldige aanvulling op onze maaltijden. Ik zal ze zeker aan onze boodschappenlijst toevoegen. We zouden ook een verscheidenheid aan kleurrijke groenten moeten kopen, John. Paprika's, wortelen en tomaten zijn rijk aan vitamines en geven levendige smaken aan onze gerechten. Het toevoegen van kleurrijke groenten zoals paprika, wortelen en tomaten maakt onze maaltijden niet alleen visueel aantrekkelijk, maar biedt ook een scala aan voedingsstoffen. Ik zal ze ook aan de lijst toevoegen. Vergeet kruisbloemige groenten zoals broccoli en bloemkool niet, John. Ze bevatten veel vezels en hebben tal van gezondheidsvoordelen. Kruisbloemige groenten zoals broccoli en bloemkool zijn inderdaad voedzame keuzes. Ik zal ervoor zorgen dat ik ze ook op onze boodschappenlijst zet. Overweeg ten slotte om wat wortelgroenten te kopen, zoals aardappelen en zoete aardappelen. Ze zijn veelzijdig, vullend en kunnen op verschillende manieren worden bereid. Wortelgroenten zoals aardappelen en zoete aardappelen zijn geweldige opties om variatie en inhoud aan onze maaltijden toe te voegen. Ik zorg ervoor dat ik er een paar ophaal. Uitstekend, John. Door een verscheidenheid aan groenten in onze boodschappen op te nemen, kunnen we voedzame en smaakvolle maaltijden bereiden. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Op naar een goed gevulde kar vol met een assortiment kleurrijke en voedzame groenten. Les 2. Hoe kunnen we een positieve impact hebben op het milieu? Anna, ik heb nagedacht over hoe we een positieve impact kunnen hebben op het milieu. Heb je overwogen om te recyclen? Absoluut, John. Door te recyclen kunnen we ons afval scheiden in bakken en ervoor zorgen dat het op de juiste manier wordt verwerkt. Dat is geweldig om te horen. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzaamheid te bevorderen. Zeker. Door te recyclen kunnen we waardevolle hulpbronnen sparen en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat tot een minimum beperken. Ik heb ook gehoord over het concept van upcycling. Het is net als recyclen, maar dan met een creatieve twist. Oh, ik ben dol op upcycling. Het draait allemaal om het omzetten van oude of afgedankte spullen in iets nieuws en nuttigs. Precies. Het is een fantastische manier om voorwerpen die anders in de prullenbak terecht zouden komen, nieuw leven in te blazen. Bovendien stelt Upcycling ons in staat om onze creativiteit de vrije loop te laten en een persoonlijk tintje aan onze leefruimtes toe te voegen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Het geeft voldoening om van iets gewoons een uniek en functioneel stuk te maken. En het mooiste is dat Upcycling een leuke en boeiende activiteit kan zijn om samen te doen. Absoluut. We kunnen er een klein doe-het-zelf project van maken en onderweg wat lachen. Wie weet, John. Misschien ontdekken we verborgen talenten voor knutselen en ontwerpen. Haha, ik zie ons nu al trots onze geübcyclede creaties tentoonstellen en het verhaal achter elk stuk vertellen. Het zou zeker een geweldige gespreksaanzet zijn. We kunnen anderen inspireren om bewuster om te gaan met afval en zelf creatief aan de slag te gaan. Dat is de geest Anna. Laten we recycling en upcycling als onderdeel van ons dagelijks leven omarmen en een positieve impact hebben op het milieu. Absoluut, John. Samen kunnen we onze weg naar een groenere en duurzamere toekomst verminderen, hergebruiken en recyclen. Les 3. Hoe kan ik ontsnappen naar een andere wereld en me helpen ontspannen? Anna, ik voel me de laatste tijd gestrest. Heb je suggesties om naar een andere wereld te ontsnappen en me te helpen ontspannen? Geweldig dat je op zoek bent naar manieren om tot rust te komen, John. Eén ding dat ik doe is fictieboeken lezen. Lezen klinkt als een goed idee. Het is een manier om jezelf onder te dompelen in een ander verhaal en de dagelijkse beslommeringen te vergeten. Precies. Het neemt je mee naar verschillende plaatsen en laat je via de personages nieuwe avonturen beleven. Ik heb de laatste tijd niet veel fictie gelezen. Heb je aanbevelingen voor boeken? Nou, het hangt af van je voorkeuren. Als je van fantasie houdt, kan ik je enkele boeiende fantasieromans aanbevelen. Dat klinkt intrigerend. Ik sta ervoor open om het fantasiegenre te verkennen. Welke boeken zou je aanbevelen? Een populaire fantasieserie is Harry Potter van J.K. Rowling. Het zit vol magie, vriendschap en spannende avonturen. Ik heb gehoord van Harry Potter, maar ik heb de boeken nooit gelezen. Misschien is het tijd om ze eens te proberen. Ik denk dat je ervan zult genieten, John. Ze weten lezers van alle leeftijden te boeien. Ik ga het zeker proberen. Zijn er nog andere genres of auteurs die je aanbeveelt? Als je geïnteresseerd bent in science fiction, vind je misschien het werk van Isaac Asimov of Philippe K. dik leuk. Science fiction klinkt ook intrigerend. Ik zal naar die auteurs kijken en kijken welke boeken mijn interesse wekken. Geweldig! Onthoud dat het belangrijk is om boeken te vinden die je naar een andere wereld brengen en je helpen te ontspannen. Bedankt voor de boekaanbevelingen, Anna. Ik kijk ernaar uit om in een aantal boeiende verhalen te duiken en momenten van ontspanning te vinden. Je bent van harte welkom, John. Ik hoop dat je troost en plezier vindt in de boekenwereld. Hier is het ontdekken van nieuwe werelden door middel van literatuur en het vinden van momenten van vrede en rust. Les 4. Hoe ga je om met dergelijke situaties? Anna, ik heb een belangrijke presentatie op komst en ik ben een beetje zenuwachtig. Hoe ga je om met dergelijke situaties? Hier ook, John. Het is normaal dat je zenuwachtig bent voor een presentatie. Ik vind dat het helpt om voorbereid te zijn en vertrouwen te hebben in mijn capaciteiten. Dat is geruststellend om te horen. Hoe bereid je jezelf voor op een presentatie? Eerst zorg ik ervoor dat ik het onderwerp goed begrijp en alle nodige informatie verzamel. Dat is logisch. Een gedegen kennis van het onderwerp is cruciaal voor een zelfverzekerde levering. Absoluut. Vervolgens organiseer ik mijn gedachten en maak ik een duidelijke schets of structuur voor de presentatie. Een goed gestructureerde presentatie helpt bij het effectief overbrengen van informatie. Heb je tips om de bezorging te verbeteren? Oefening is de sleutel. John, ik repeteer mijn presentatie meerdere keren om vertrouwd te raken met de inhoud en om mijn presentatie te verbeteren. Oefenen helpt dus om zelfvertrouwen op te bouwen en nervositeit te verminderen. Ja, precies. Het stelt me in staat om te anticiperen op mogelijke vragen of uitdagingen en voorbereid te zijn met passende antwoorden. Dat is een goed punt. Voorbereid zijn op mogelijke curvebails kan helpen om tijdens de presentatie kalm te blijven. Daarnaast probeer ik een positieve instelling te behouden en mezelf te herinneren aan mijn sterke punten en capaciteiten. Positieve zelfpraat en focussen op je sterke punten kan het zelfvertrouwen zeker vergroten. Nog andere suggesties. Let op je lichaamstaal, John. Sta recht op, maak oogcontact en gebruik gebaren om het publiek te betrekken. Lichaamstaal speelt een belangrijke rol bij effectieve communicatie. Ik zal daar tijdens mijn presentatie rekening mee houden. Haal tenslotte diep adem en probeer kalm te blijven. Onthoud dat je publiek wil dat je slaagt. Bedankt voor je waardevolle advies, Anna. Ik voel me nu beter voorbereid en zelfverzekerder. Je bent van harte welkom, John. Vergeet niet om jezelf en je capaciteiten te vertrouwen. Je hebt dit. Het gaat erom voorbereid en zelfverzekerd te zijn en een succesvolle presentatie te geven. Les 5. Heb je tips om een harmonieuze omgeving te behouden? Anna, wonen in een gedeelde ruimte kan soms een uitdaging zijn. Heb je tips om een harmonieuze omgeving te behouden? Absoluut, John. Een belangrijke tip is om rekening te houden met anderen en hun behoeften in de gedeelde ruimte. Attent zijn is essentieel. Op welke specifieke manieren kunnen we rekening houden met onze huisgenoten? Een tip is om zelf op te ruimen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de keuken of woonkamer. Dat is een goed punt. Door na onszelf op te ruimen, blijven de gedeelde ruimtes voor iedereen netjes en comfortabel. Precies. Het is belangrijk om te onthouden dat onze acties invloed kunnen hebben op de ervaringen van anderen in de gedeelde ruimte. Zijn er nog andere acties waar we op moeten letten om de harmonie te bewaren? Communicatie is de sleutel, John. Het is belangrijk om naar de zorgen van anderen te luisteren en eventuele problemen aan te pakken. Open en respectvolle communicatie kan helpen misverstanden te voorkomen en conflicten effectief op te lossen. Zeker. Door actief te luisteren en ons rustig uit te drukken, kunnen we een positieve en ondersteunende omgeving creëren. Dat klinkt als een constructieve aanpak. Is er nog iets dat we in gedachten moeten houden? Het is cruciaal om rekening te houden met het geluidsniveau. We moeten rekening houden met de behoefte van anderen aan rust en stilte. Juist. Overmatig lawaai kan de slaap of concentratie van anderen verstoren. We moeten rekening houden met ons volume. Absoluut. Door ons bewust te zijn van de invloed van onze acties op anderen, kunnen we een meer harmonieuze leefomgeving creëren. Bedankt voor het delen van deze tips, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat we attent en bedachtzaam zijn in onze gedeelde ruimte. Je bent van harte welkom. John, ik help je graag verder. Laten we samen streven naar een harmonieuze en respectvolle leefomgeving. Dit is om een vredige en ondersteunende sfeer te creëren in onze gedeelde ruimte. Les 6. Heb je ooit thuis geprobeerd te schilderen of kunst te maken? Anna, heb je ooit thuis geprobeerd te schilderen of kunst te maken? Ik heb erover nagedacht om het eens te proberen. Ja, John, ik heb me eerder met schilderen bezig gehouden. Het kan een leuke en lonende creatieve uitlaatklep zijn. Dat is interessant. Wat voor soort schilderij vind je leuk om te doen? Zijn er specifieke technieken of stijlen? Ik experimenteer graag met verschillende stijlen, John. Soms probeer ik realistische landschappen en soms verken ik abstracte kunst. Het klinkt alsof je een veelzijdige aanpak hebt. Heb je nog tips voor iemand die nieuw is met schilderen? Begin met de basis, John. Koop wat beginnersvriendelijke tekenbenodigdheden en probeer eenvoudige oefeningen om penseelcontreilen en kleurmenging te oefenen. Dat is een goed startpunt. Ik zal ervoor zorgen dat ik het nodige materiaal verzamel en de basisprincipes oefen. Wees niet bang om fouten te maken, John. Schilderen gaat over genieten van het proces en jezelf uitdrukken. Dat is geruststellend om te horen. Ik zal in gedachten houden dat het meer om de reis gaat dan om het bereiken van perfectie. Precies. Laat je creativiteit de vrije loop en maak je niet al te veel zorgen over het eindresultaat. Zijn er bronnen of tutorials die je aanbeveelt voor beginners zoals ik? Er zijn veel online tutorials en video's beschikbaar, John. Je vindt er stapsgewijze handleidingen voor verschillende schildertechnieken en stijlen. Dat is nuttig. Ik zal enkele tutorials bekijken om inspiratie en begeleiding op te doen bij het begin van mijn artistieke reis. Geweldig! Onthoud dat het belangrijkste is om plezier te hebben en te genieten van het proces van het maken van kunst. Bedankt voor het advies, Anna. Ik kijk ernaar uit om het schilderen eens te proberen en te zien waar het me heen brengt. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je een nieuwe vorm van zelfexpressie zult ontdekken en plezier zult vinden in het maken van kunst. Hier is het om onze creatieve kanten te omarmen en de wereld van de schilderkunst te verkennen. Les 7. Tips voor een heerlijk verblijf in de stad. Anna, ik ben van plan volgende maand een reis naar Londen te maken. Heb je nog tips voor een heerlijk verblijf in de stad? Absoluut, John. Londen heeft zoveel te bieden. Een attractie die je zeker moet bezoeken is het British Museum. Het British Museum klinkt fascinerend. Wat maakt het een must om te zien? Het herbergt een uitgebreide collectie kunst en kunstvoorwerpen van over de hele wereld, verspreid over duizenden jaren menselijke geschiedenis. Dat klinkt ongelooflijk. Ik ga zeker een bezoek brengen aan het British Museum en me onderdompelen in het rijke culturele erfgoed. Een andere suggestie is om de bruisende wijk Covent Garden te verkennen. Het staat bekend om zijn straatartiesten, winkels en eetgelegenheden. Covent Garden klinkt als een levendige en opwindende plek. Ik zal er zeker wat tijd doorbrengen en de sfeer opsnuiven. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, is de Tower of London een bezoek waard. Je kunt het middeleeuwse kasteel verkennen en de kroonjuwelen bekijken. De Tower of London klinkt als een historische schatkamer. Ik zal het aan mijn reisschema toevoegen en meer te weten komen over het verleden van Engeland. Tot slot mag u de kans niet missen om een wandeling te maken langs de rivier de Thames. Je kunt genieten van prachtige uitzichten op iconische bezienswaardigheden zoals de Tower Bridge en de London Eye. Wandelen langs de rivier de Thames klinkt als een serene manier om te genieten van de schoonheid van de stad. Ik zal ervoor zorgen dat ik het in mijn plannen opneem. Geweldig, John. Ik weet zeker dat je een fantastische tijd zult hebben om Londen te verkennen. Laat het me weten als je nog meer hulp nodig hebt. Bedankt, Anna. Ik waardeer je aanbevelingen en ik neem zeker contact met je op als ik nog vragen heb. Ik kijk uit naar een onvergetelijk verblijf in Londen. Je bent van harte welkom, John. Geniet van je reis en creëer blijvende herinneringen in de bruisende stad Londen. Les 8. Wanneer wil je de nieuwe boekwinkel in de stad gaan bekijken? Anna, het is een tijdje geleden dat we zomaar een winkel binnen konden lopen zonder enige beperking. Wanneer wil je de nieuwe boekwinkel in de stad gaan bekijken? Dat is een geweldig idee, John. Wat dacht je ervan om deze zaterdagmiddag te gaan? Dan is het meestal minder druk. Zaterdagmiddag werkt voor mij. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe boekwinkel te verkennen en te zien wat ze te bieden hebben. Ik ook, John. Ik heb gehoord dat ze een brede selectie boeken hebben in verschillende genres. Dat klinkt perfect. Ik wilde mijn leeslijst uitbreiden, dus dit is een geweldige kans. Het is altijd verfrissend om fysieke boeken te bekijken en nieuwe titels te ontdekken. Bovendien is het belangrijk om lokale boekhandels te steunen. Absoluut, Anna. Lokale boekwinkels geven de gemeenschap charme en ik ben blij dat we kunnen bijdragen aan hun succes. We kunnen ook een kopje koffie drinken in het café in de boekwinkel en wat tijd doorbrengen, ondergedompeld in boeken en gesprekken. Dat klinkt heerlijk. Een gezellige sfeer, goede boeken en een kop koffie zorgen voor een perfecte middag. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Ik kijk uit naar ons boekwinkelavontuur op zaterdag. Ik ook, Anna. Het zal een leuke afwisseling zijn en een kans om te genieten van onze liefde voor boeken. Hier kun je nieuwe verhalen ontdekken en genieten van het simpele plezier van het rondnezen in een boekwinkel. Les 9: Heb je tips om effectief doelen te stellen? Anna, ik heb mezelf de laatste tijd wat persoonlijke doelen gesteld. Als dat eenmaal is bereikt. Is het zo'n lonend gevoel? Heb je tips om effectief doelen te stellen? Absoluut, John. Een geweldige strategie is om je doelen specifiek en meetbaar te maken. Dit helpt je om je voortgang bij te houden en gemotiveerd te blijven. Dat is een goede tip, Anna. Door specifieke doelen te hebben, heb ik een duidelijk doel om naartoe te werken. Nog andere suggesties? Verdeel je doelen in kleinere, bruikbare stappen, John. Dit maakt ze beter beheersbaar en helpt je om gefocust te blijven. Doelen opsplitsen in kleinere stappen klinkt als een praktische aanpak. Het voorkomt overweldigende gevoelens en zorgt voor gestage vooruitgang. Daarnaast is het belangrijk om realistische en haalbare doelen te stellen. Houd rekening met uw middelen, tijd en mogelijkheden wanneer u ze instelt. Het stellen van realistische doelen zorgt ervoor dat ze binnen bereik zijn en vergroot de kans op een succesvolle afronding. Ik zal dat in gedachten houden. Anna Een andere tip is om je doelen op te schrijven en ze ergens zichtbaar te houden. Het dient als een constante herinnering en houdt je verantwoordelijk. Door mijn doelen op te schrijven en ze in het volle zicht te hebben, blijf ik gemotiveerd en werk ik er actief aan om ze te bereiken. Tot slot, vier je vooruitgang onderweg, John. Erken en beloon jezelf voor elke bereikte mijlpaal. Het houdt de vaart erin. Het vieren van mijlpalen is een geweldige manier om de inspanningen en geboekte vooruitgang te erkennen. Het voegt een extra laag motivatie toe om door te gaan. Absoluut, John. Onthoud dat het stellen van doelen een reis is en genieten van het proces is net zo belangrijk als het bereiken van de bestemming. Bedankt voor deze waardevolle tips, Anna. Ik voel me geïnspireerd en klaar om mijn doelen te stellen met een duidelijkere visie. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met je doelen en vergeet niet te genieten van de reis. Het gaat erom zinvolle doelen te stellen, actie te ondernemen en het plezier van vooruitgang te omarmen. Les 10. Ik heb verschillende luchtvaartmaatschappijen en hun tarieven voor een aanstaande reis vergeleken. Anna, ik heb verschillende luchtvaartmaatschappijen en hun tarieven voor een aanstaande reis vergeleken. Heb je eerder onderzoek gedaan naar dit onderwerp? Ja, John. Als het gaat om de tarieven van luchtvaartmaatschappijen, is het belangrijk om prijzen te vergelijken en rekening te houden met andere factoren, zoals toegestane bagage- en vluchtflexibiliteit. Dat is een goed punt, Anna. De prijs is zeker een belangrijke factor, maar het is cruciaal om ook rekening te houden met de totale waarde en het gemak. Absoluut. Soms kan een iets hoger tarief de moeite waard zijn als het extra voordelen omvat, zoals gratis bagage of flexibelere boekingsopties. Daar ben ik het mee eens. Het is belangrijk om de kosten tegen de voordelen af te wegen en een luchtvaartmaatschappij te kiezen die aansluit bij onze prioriteiten en behoeften. Daarnaast kan het lezen van beoordelingen en feedback van andere reizigers inzicht geven in de kwaliteit van de dienstverlening en klantervaringen. Dat is een slimme aanpak, Anna. Door van de ervaringen van anderen te leren, kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen en mogelijke problemen vermijden. Het is ook de moeite waard om te controleren of er lopende promoties of kortingen beschikbaar zijn voor de luchtvaartmaatschappijen die u overweegt. Door gebruik te maken van promoties of kortingen kunnen we wat geld besparen en toch genieten van een comfortabele reiservaring. Ten slotte kan vooraf boeken of flexibel zijn met reisdatums soms leiden tot betere deals en lagere tarieven. Flexibel zijn met reisdatums kan meer opties bieden en ons mogelijk helpen om betere tarieven te vinden. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Geweldig, John. Ik ben er zeker van dat je met wat onderzoek en aandacht de beste luchtvaartmaatschappij en tarieven voor je reis zult vinden. Bedankt, Anna. Je inzichten zijn nuttig geweest. Ik ga door met het vergelijken van luchtvaartmaatschappijen en neem een weloverwogen beslissing. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met je zoektocht naar een luchtvaartmaatschappij en ik hoop dat je een goede deal vindt. We proberen de perfecte combinatie van betaalbaarheid, gemak en kwaliteit te vinden in de keuze van onze luchtvaartmaatschappij. Les 11. Ik heb gewerkt om mijn vaardigheden en ervaring effectiever te verwoorden. Anna, ik heb eraan gewerkt om mijn vaardigheden en ervaring effectiever te verwoorden. Het kan soms een uitdaging zijn. Heb je tips om dat te doen? Absoluut, John. Als het gaat om het tonen van je vaardigheden en ervaring is het belangrijk om duidelijk en beknopt te zijn. Concentreer u op de belangrijkste punten die uw sterke punten benadrukken. Duidelijk en beknopt zijn is logisch, Anna. Het helpt om onze vaardigheden over te brengen zonder de luisteraar te overweldigen. Nog andere suggesties? Oefen met het beschrijven van je vaardigheden en ervaring op een zelfverzekerde en positieve manier, John. Dit kan je zelfverzekerdheid vergroten wanneer je ze bespreekt. Door te oefenen hoe ik mijn vaardigheden en ervaring presenteer, zal ik me zeker zelfverzekerder voelen tijdens gesprekken. Ik zal het proberen. Anna. Een andere tip is om specifieke voorbeelden of prestaties te geven die je vaardigheden aantonen. Dit maakt uw beweringen tastbaarder en geloofwaardiger. Door specifieke voorbeelden of prestaties toe te voegen, wordt mijn verklaringen geloofwaardiger. Het helpt anderen de praktische toepassing van mijn vaardigheden te begrijpen. Bedankt voor de suggestie, Anna. Onderhandelingen kunnen inderdaad intimiderend zijn, John. Een manier om ze te benaderen is door vooraf grondig onderzoek te doen. Begrijp uw waarde en de marktnormen. Door de marktstandaarden te onderzoeken en mijn eigen waarden te kennen, krijg ik een sterkere positie tijdens de onderhandelingen. Ik zal ervoor zorgen dat ik goed voorbereid ben. Anna. Oefen daarnaast actief luisteren tijdens onderhandelingen. Door het perspectief van de andere partij te begrijpen, kun je voor beide partijen voordelige oplossingen vinden. Actief luisteren is essentieel tijdens onderhandelingen. Het stelt me in staat de behoeften en zorgen van de andere partij te begrijpen, wat leidt tot een effectievere samenwerking. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Tot slot, wees niet bang om te vragen wat je wilt, John. Wees assertief, maar respectvol in het uiten van je behoeften en verwachtingen. Met assertiviteit en respect vragen om wat ik wil is belangrijk. Het gaat erom voor mezelf te pleiten met behoud van een positieve en collaboratieve houding. Bedankt voor het advies, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik wat begeleiding kon bieden. Onthoud dat oefenen en voorbereiden een grote bijdrage kunnen leveren aan het effectief verwoorden van uw vaardigheden en het navigeren van onderhandelingen. Het gaat erom sterke communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, vertrouwen op te bouwen in het uiten van onze capaciteiten en succesvolle onderhandelingen te omarmen. Les 12. Heb je onze accommodatie geboekt voor onze reis? Anna, heb je onze accommodatie geboekt voor onze reis? Nog niet, John. Ik twijfel nog steeds tussen een chic hotel of een gezellige Airbnb. A. De eeuwige strijd tussen luxe en comfort. Wat maakt de beslissing moeilijk? Nou, het chic hotel biedt luxe voorzieningen en een prachtig uitzicht. Maar de gezellige Airbnb geeft ons een meer huiselijke sfeer. Precies. Bovendien kunnen we met de Airbnb onze eigen keuken en leefruimte hebben, wat best handig kan zijn. Dat is een goed punt. We zouden wat geld kunnen besparen door onze eigen maaltijden te koken en te ontspannen in een huiselijke omgeving. Aan de andere kant zou het hotel ons een voorproefje geven van luxe en verwennerij. Het zou een speciale tractatie kunnen zijn voor onze reis. Het is waar dat het magisch is om als koning behandeld te worden en alle voorzieningen binnen handbereik te hebben. Maar aan de andere kant biedt de Airbnb misschien een meer authentieke ervaring, waardoor we ons kunnen onderdompelen in de lokale cultuur. Je hebt gelijk. Het zou ons de kans kunnen geven om met de lokale bevolking te communiceren en verborgen juweeltjes te ontdekken die door onze gastheren worden aanbevolen. Het is een moeilijke beslissing, John. Ik denk dat we de voor- en nadelen moeten afwegen en kijken welke optie beter aansluit bij onze reisdoelen. Akkoord. Laten we er even over nadenken en overwegen wat voor ons het belangrijkst is tijdens deze reis. Klinkt als een plan, John. We vinden de perfecte accommodatie die aan onze behoeften voldoet en onze reis onvergetelijk maakt. Of het nu een chic hotel is of een gezellige Airbnb, ik weet zeker dat we samen een fantastische tijd zullen hebben. Anna, laten we het onvergetelijk maken. Absoluut, John. Het gaat niet alleen om de accommodatie. Het zijn de ervaringen die we samen creëren die er echt toe doen. Laten we van deze reis een reis maken voor in de boeken. Les 13. Gefocust blijven kan een hele uitdaging zijn. Anna, gefocust blijven kan een hele uitdaging zijn. Het voelt als een constante strijd, niet waar? Absoluut, John. Met zoveel afleidingen om ons heen vereist het behouden van onze aandacht opzettelijke inspanning en discipline. Het is gemakkelijk om op een zijspoor te raken door meldingen sociale media en andere onderbrekingen. Maar ik denk dat we deze uitdaging kunnen overwinnen. Je hebt gelijk, John. Eén strategie is om een speciale werkruimte te creëren die afleiding minimaliseert en ons helpt gefocust te blijven. Het hebben van een speciale werkruimte kan zeker helpen om een gunstige omgeving voor concentratie te creëren. Ik zal de mijne dienovereenkomstig instellen. Een andere benadering is om taken op te splitsen in kleinere, beheersbare brokken. Hierdoor voelen ze zich minder overweldigend en is het makkelijker om je op te concentreren. Taken opsplitsen in kleinere delen klinkt als een praktische manier om de focus te behouden. Het stelt ons in staat om ze stap voor stap aan te pakken. Het stellen van duidelijke doelen en het prioriteren van taken kan ook de focus verbeteren. Weten wat er moet gebeuren en in welke volgorde helpt ons om op koers te blijven. Door duidelijke doelen te stellen en prioriteiten te stellen, krijg je een gevoel van richting, waardoor het makkelijker wordt om gefocust te blijven. Ik zal ervoor zorgen dat ik dit implementeer. Het is ook nuttig om onnodige afleidingen te vermijden, zoals het uitschakelen van meldingen of het zoeken naar een rustige omgeving waar mogelijk. Het minimaliseren van afleiding door meldingen uit te schakelen en een rustige ruimte te vinden, helpt om een meer gefocuste en productievere sfeer te creëren. Tot slot kan het nemen van korte pauzes en het beoefenen van mindfulness of ontspanningstechnieken onze focus verjongen en burn-out voorkomen. Door regelmatig pauzes te nemen en mindfulness oefeningen in onze routine op te nemen, blijf je mentaal helder en blijf je gefocust. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Vergeet niet, John, Gefocust blijven is een voortdurende inspanning. Door deze strategieën toe te passen en toegewijd te blijven, kunnen we de afleidingen die op ons pad komen overwinnen. Bedankt, Anna. Jouw inzichten en suggesties zijn waardevol. Ik ben vastbesloten om afleidingen te overwinnen en een gerichte manier van denken te ontwikkelen. Je bent van harte welkom, John. Ik geloof in je vermogen om gefocust te blijven en je doelen te bereiken. Het gaat erom afleidingen te overwinnen en een gefocuste manier van denken te omarmen. Les 14. Heb je ooit exotische Indiaanse restaurants bezocht? Anna, heb je ooit exotische Indiaanse restaurants bezocht? Ik ben benieuwd om wat nieuwe smaken te proberen. Ja, John. Er is een klein Indiaas restaurant vlakbij mijn huis dat heerlijke en authentieke gerechten serveert. Ik raad het ten zeerste aan. Dat klinkt intrigerend. Anna, wat zijn enkele van de gerechten die je daar hebt geprobeerd? Ik sta open voor het ontdekken van nieuwe smaken. Een van mijn favorieten is boterkip. Het is een romig en smaakvol gerecht met malse kip in een rijke saus op basis van tomaten. Boterkip klinkt heerlijk. Ik geniet van gerechten met rijke en romige smaken. Ik ga het zeker proberen. Je moet ook biryani proberen, John. Het is een geurig rijstgerecht bereid met aromatische kruiden, vlees en soms groenten. Biryani klinkt als een smaakvolle en aromatische keuze. Ik ben altijd in om verschillende rijstgerechten te proberen. Ik zal het aan mijn lijst toevoegen. Een ander gerecht dat het proberen waard is, is samosa's. Het zijn krokante gebakjes gevuld met gekruide aardappelen, erwten en soms vlees of linzen. Samosa's klinken als een heerlijk voorgerecht. Ik hou van krokante snacks. Vooral als ze gevuld zijn met smaakvolle ingrediënten. En vergeet naambrood niet, John. Het is een zacht en luchtig Indiaas brood dat perfect past bij curries of dat je op zichzelf kunt nuttigen. Naambrood klinkt als een veelzijdige begeleider. Ik zal ervoor zorgen dat ik er een paar bestel als aanvulling op de gerechten die ik probeer. Geweldig. John. Ik vind het geweldig dat je de smaken van de Indiase keuken ontdekt. Ik weet zeker dat je van de ervaring zult genieten. Bedankt, Anna. Uw aanbevelingen hebben mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik kijk er naar uit om deze exotische Indiase gerechten te proberen. Je bent van harte welkom, John. Ik wens je een geweldig culinair avontuur. Hier is het om nieuwe smaken te ontdekken en te genieten van de geneugten van de Indiase keuken. Les 15. Waarom gaan we niet naar Los Angeles? Anna, ik was aan het denken: na ons bezoek aan San Francisco, waarom gaan we niet naar Los Angeles? Er is daar zoveel te zien en te doen. Dat is een fantastisch idee, John. Los Angeles biedt een verscheidenheid aan attracties, van prachtige stranden tot iconische bezienswaardigheden zoals het Hollywood Sign. Ik heb het Hollywood altijd van dichtbij willen zien. Het is een iconisch symbool van de entertainmentindustrie. Laten we ervoor zorgen dat we het in ons reisschema opnemen. Zeker, John. We kunnen ook de beroemde Santa Monica Pier verkennen en genieten van de strandsfeer. In het Pacific Park zijn er spannende attracties en spelletjes. De Santa Monica Pier klinkt als een leuke plek om wat tijd door te brengen. Ik kijk er naar uit om de bruisende sfeer te ervaren en de attracties uit te proberen. Een andere plek die je moet bezoeken is het Griffith Observatorium. Het biedt een prachtig uitzicht over de stad en de sterrenhemel. Bovendien kunnen we misschien een glimp opvangen van de Hollywood Hills. Het Griffith Observatorium klinkt als een perfecte plek om de schoonheid van Los Angeles van bovenaf te bewonderen. Ik kan niet wachten om het stadsbeeld en misschien zelfs enkele sterren te zien. We moeten ook de levendige wijken van Los Angeles verkennen, zoals Hollywood en Beverly Hills. Ze hebben een unieke charme en bieden tal van winkels en eetgelegenheden. Als u de wijken van Los Angeles verkent, krijgt u een voorproefje van de diverse cultuur en levensstijl van de stad. Ik kijk ernaar uit om nieuwe winkels te ontdekken en verschillende keukens te proberen. En laten we de wereldberoemde Universal Studios Hollywood niet vergeten. Het is een meeslepend themapark waar we filmmagie uit de eerste hand kunnen ervaren. Een bezoek aan Universal Studios Hollywood zal een ongelooflijke ervaring zijn. Ik sta te popelen om spannende attracties te maken en de filmsets te verkennen. Het zal zijn alsof je de filmwereld binnenstapt. Klinkt alsof we een spannend plan hebben, John. San Francisco en vervolgens Los Angeles. Het wordt een reis vol avontuur, iconische bezienswaardigheden en onvergetelijke ervaringen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Ik kan niet wachten om met jou aan deze reis te beginnen. Op naar onze komende reis, vol geweldige momenten en onvergetelijke herinneringen. Les 16. We moeten zeker de aandacht vestigen op nieuwe taken die we op ons nemen. Anna, het lijkt erop dat we extra verantwoordelijkheden hebben gekregen op het werk. We moeten zeker de aandacht vestigen op nieuwe taken die we op ons nemen. Je hebt gelijk, John. Het is belangrijk om te communiceren en ervoor te zorgen dat onze supervisors zich bewust zijn van de extra werklast die we dragen. Door de nieuwe taken onder de aandacht te brengen. Kunnen we onze betrokkenheid tonen en laten zien dat we bereid zijn meer verantwoordelijkheden op ons te nemen? Het is ook een goede gelegenheid om eventuele uitdagingen of aanpassingen te bespreken die kunnen ontstaan als gevolg van de toegenomen werkdruk. Precies, Anna. Open communicatie over uitdagingen stelt ons in staat om samen oplossingen te vinden en ervoor te zorgen dat we de extra verantwoordelijkheden effectief kunnen aanpakken. Door de nieuwe taken te benadrukken, kunnen we bovendien laten zien dat we in staat zijn om ons aan te passen en nieuwe projecten of rollen binnen de organisatie op zich te nemen. Het benadrukken van ons aanpassingsvermogen en onze bereidheid om nieuwe projecten aan te nemen, kan deuren openen voor verdere groei en vooruitgang in onze loopbaan. Het is belangrijk om bij te houden welke extra verantwoordelijkheden we op ons hebben genomen en welke resultaten we behalen. Dit zal ons helpen onze bijdragen aan te tonen tijdens prestatie-evaluaties of bij het bespreken van loopbaanontwikkeling. Het bijhouden van onze prestaties en de impact van de nieuwe taken zal een concreet bewijs zijn van onze groei en waarde voor de organisatie. Laten we tot slot niet vergeten om georganiseerd te blijven en onze tijd effectief in te delen om ervoor te zorgen dat we de extra werklast aan kunnen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ons werk. Tijdmanagement en organisatie zijn cruciaal voor het handhaven van de productiviteit en het behalen van hoogwaardige resultaten ondanks de toegenomen verantwoordelijkheden. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn tijd verstandig prioriteer en besteed. Dat is een geweldige manier van denken, John. Door onze nieuwe taken effectief onder de aandacht te brengen en te beheren, kunnen we onze capaciteiten laten zien en met vertrouwen omgaan met de extra verantwoordelijkheden. Bedankt, Anna. Je inzichten zijn waardevol. Ik ben klaar om deze nieuwe verantwoordelijkheden op me te nemen en de kansen die ze bieden optimaal te benutten. Je bent van harte welkom. John, ik twijfel er niet aan dat u zult uitblinken in het beheren van de extra werklast. Het gaat erom nieuwe taken te omarmen en succes te boeken in onze functies. Les 17: Weet je hoe laat het ontbijt hier geserveerd wordt? Anna, weet je hoe laat het ontbijt hier wordt geserveerd? Ja, John. Het ontbijt wordt geserveerd van 7.00 tot 10 uur. Het is een goed moment om onze dag te beginnen met een lekkere maaltijd. Dat is handig. We hebben genoeg tijd om te genieten van een ontspannen ontbijt voordat we met onze activiteiten beginnen. Zeker. Het is altijd leuk om een stevig ontbijt te hebben om energie op te doen voor de komende dag. Daar ben ik het mee eens. Het ontbijt is een belangrijke maaltijd die ons de energie geeft die we nodig hebben om onze ochtenden goed te beginnen. Bovendien is het een geweldige kans om enkele van de ontbijtspecialiteiten te proberen die worden aangeboden door de plek waar we verblijven. Ik kijk er naar uit om de ontbijtopties te verkennen en wat lokale delicatessen te proberen. Ik ook, John. Het is altijd interessant om verschillende smaken te proeven en de lokale keuken te ervaren. En omdat het ontbijt tot 10 uur wordt geserveerd, hoeven we ons niet te haasten en kunnen we in een ontspannen tempo van onze maaltijd genieten. Dat is het mooie van een royaal ontbijt: we kunnen genieten van ons eten en de tijd nemen om te genieten van de ochtendsfeer. Absoluut, Anna. Een ontspannen ontbijt zet een positieve toon voor de rest van de dag. Het is ook een geweldige gelegenheid om een gesprek te voeren en ons reisschema voor de dag te plannen terwijl u geniet van een heerlijke maaltijd. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ontbijtgesprekken zijn een geweldige manier om onze plannen voor vandaag met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen. Laten we er dus voor zorgen dat we optimaal gebruik maken van de ontbijturen en onze dagen beginnen met een bevredigende maaltijd. Ik ben er helemaal voor. Anna, we beginnen onze ochtenden goed met een heerlijk ontbijt dat ons van brandstof voorziet voor de avonturen die voor ons liggen. Les 18. We zijn er om uw verblijf aangenaam te maken. Goedemiddag. Hoe kunnen we u vandaag van dienst zijn? We zijn er om uw verblijf aangenaam te maken. Hallo. Is er iets specifieks waar je hulp bij nodig hebt? We zijn meer dan blij om u op alle mogelijke manieren te helpen. Of het nu gaat om het verstrekken van informatie over lokale bezienswaardigheden of het aanbevelen van restaurants in de buurt, stel ons gerust al uw vragen. We willen ervoor zorgen dat je een prettige ervaring hebt tijdens je verblijf. Aarzel niet om ons te laten weten of we iets kunnen doen om uw tijd hier nog aangenamer te maken. We doen er alles aan om uitstekende service te bieden en ervoor te zorgen dat aan al uw behoeften wordt voldaan. Uw tevredenheid is onze topprioriteit. Als u op zoek bent naar iets specifieks, zoals het regelen van vervoer of het boeken van tickets voor evenementen, laat het ons dan weten. We helpen u graag met deze regelingen. We kennen het gebied en kunnen suggesties doen voor activiteiten die passen bij uw interesses. Of je nu houdt van bezienswaardigheden, avonturen in de buitenlucht of culturele ervaringen, wij kunnen aanbevelingen doen. Als u bovendien speciale wensen heeft of accommodatie nodig heeft, laat het ons dan weten. We zullen ons best doen om aan uw behoeften te voldoen. Ons doel is om uw verwachtingen te overtreffen en u een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Jouw comfort en geluk zijn belangrijk voor ons. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om u te helpen en bij te dragen aan uw positieve ervaring. Het is ons een genoegen om ervoor te zorgen dat uw verblijf aangenaam is. Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om bij ons te blijven. Als je nog iets nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen. We zijn er om uw tijd hier zo aangenaam mogelijk te maken. Les 19. Ik heb gemerkt dat het hotel shampoo aanbiedt. Anna, ik heb gemerkt dat het hotel shampoo aanbiedt. Maar hoe zit het met de conditioner? Ja, John. Het hotel moet naast de shampoo ook een conditioner verstrekken. Je kunt beide gebruiken om je haar gevoed en zacht te houden. Dat is goed om te weten. Ik gebruik graag een conditioner om de gezondheid en handelbaarheid van mijn haar te behouden. Het is altijd handig als hotels zowel shampoo als conditioner aanbieden, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u uw eigen shampoo meeneemt. Over spullen meenemen gesproken. Hoe zit het met medicijnen? Moet ik specifieke exemplaren bij me hebben? Het is een goed idee om alle essentiële medicijnen mee te nemen die u nodig heeft tijdens uw verblijf, vooral als u specifieke gezondheidsproblemen heeft. Dat is logisch. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn benodigde medicijnen inpak, zodat ik ze gemakkelijk beschikbaar heb. Het is ook een goede gewoonte om een kleine EHBO-doos mee te nemen met basisbenodigdheden zoals pleisters, Antiseptische zalf en pijnstillers voor de zekerheid. Dat is een slimme suggestie, Anna. Een EHBO-doos bij de hand hebben kan handig zijn bij lichte verwondingen of onverwachte situaties. Absoluut, John. Het is beter om voorbereid te zijn en die benodigdheden bij je te hebben, zelfs als je ze uiteindelijk niet nodig hebt. Ik waardeer het advies. Ik zorg ervoor dat ik mijn medicijnen en een basispakket voor eerste hulp inpak voor eventuele onvoorziene omstandigheden. Dat is een verantwoorde aanpak, John. Voor je gezondheid zorgen en voorbereid zijn is belangrijk, vooral als je op reis bent. Bedankt, Anna. Jouw begeleiding is waardevol. Nu kan ik vol vertrouwen inpakken. In de wetenschap dat ik alles heb wat ik nodig heb voor een comfortabel en veilig verblijf. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Fijne reis en aarzel niet om contact op te nemen als je nog vragen hebt of meer hulp nodig hebt. Les 20. Het is prachtig weer vandaag. Anna, het is prachtig weer vandaag. Het is het perfecte moment om iets leuks te doen. Ik ben het ermee eens, John. Wat dacht je ervan om naar de plaatselijke bioscoop te gaan en een film te kijken? Dat klinkt als een geweldig idee, Anna. Aan welke bioscoop denk je? Er is een bioscoop op slechts een paar straten afstand. Het is een gunstige locatie en heeft een goede selectie films. Dat werkt voor mij. Voor welk filmgenre ben je in de stemming? Ik sta open voor verschillende genres. Is er een specifieke film die je altijd al wilde zien? Ik heb goede dingen gehoord over de nieuwe actiefilm die net is uitgekomen. Het zou een spannende keuze kunnen zijn. Actie klinkt spannend. Laten we de aanvangstijden bekijken en kijken of deze in ons schema passen. Zeker. We moeten ook overwegen om wat popcorn en snacks te pakken terwijl we in de bioscoop zijn. Absoluut. Het maakt deel uit van de bioscoopervaring. Ik zal ervoor zorgen dat we tijdens de film heerlijke tractaties krijgen om van te genieten. Dat klinkt perfect, Anna. Ik kijk er naar uit om te ontspannen in de bioscoop en ons onder te dompelen in de wereld van de film. Het zal een leuke onderbreking zijn van onze dagelijkse routine en een kans om tot rust te komen. Ik ben blij dat we besloten hebben om naar de bioscoop te gaan. Ik ook, Anna. Het is altijd leuk om een goede film op groot scherm te kijken en even te ontsnappen in een andere wereld. Laten we het beste uit deze perfecte tijd halen en naar de plaatselijke bioscoop gaan voor een leuke en onvergetelijke ervaring. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Op naar een geweldige tijd in de bioscoop en genieten van de magie van het vertellen van verhalen op het witte doek.